In deze tutorial laat ik zien hoe je de user interface van SOLIDWORKS kunt instellen. Binnen IPO Rotterdam werken we zoveel mogelijk met dezelfde menustructuur. En die settings hebben we opgeslagen in een handige settingsfile en die is te downloaden vanaf de modulepagina. Nou, die file die heet IPO SOLIDWORKS settings en die kun je installeren door erop te dubbelklikken. Maar dan moet SOLIDWORKS wel uitstaan. En als je nou heel veel hebt gewijzigd aan de menustructuur, dan kun je je eigen settings ook weer opslaan met de zogenaamde Copy Settings Wizard van SOLIDWORKS. En dat is bijvoorbeeld handig als je overstapt naar een nieuwe versie van SOLIDWORKS. Nou, het menu hierboven in beeld heet de Command Manager. En je kunt tussen verschillende onderwerpen heen en weer schakelen. En je kunt zelf ook bepalen welke onderwerpen weergegeven worden. Door met de rechtermuisknop op zo'n tab te klikken. En dan kun je zelf aanvinken van welke onderwerpen weergegeven worden. Er worden nu zowel buttons met tekst weergegeven. En als je die tekst wilt uitschakelen, dan kan dat met de rechtermuisknop. En dan de optie Use Large Buttons with Text kun je dan uitvinken. Nou, ik zet hem weer even aan. Een heel handig menu is het zogenaamde View Orientation menu. En dat kun je zichtbaar maken door met de rechtermuisknop in het werkveld te klikken en dan View Orientation. Die kun je vervolgens ook vastzetten met de pin button. En daarmee kun je tussen verschillende aanzichten heen en weer switchen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een bepaalde view opslaan met Save View 3D2 bijvoorbeeld. En dan kan ik later weer terug naar precies diezelfde view. Het menu hier rechts in beeld heet het Task Pane. Wat bijvoorbeeld handig is om Appearances en Scenes in te stellen. Het menu hierboven heet View Heads-up menu. En dat soort menus die kun je aan of uitzetten door weer met de rechtermuisknop bovenin een menu te klikken en dan kun je bijvoorbeeld View Heads-up menu uitzetten of de Task Pane uitzetten. Je kunt binnen SOLIDWORKS ook zelf shortcuts, keyboard shortcuts instellen. Dat kun je doen met het menu Customize. En dan kun je sowieso bekijken van welke shortcuts er allemaal ingesteld staan. Maar je kunt voor elk commando kun je een eigen keyboard shortcut aanmaken. En dat is bijvoorbeeld handig als je veel schetst met bijvoorbeeld lijnen. Dan kun je met een keyboard shortcut L kun je heel snel een lijn tekenen. Dus als ik bijvoorbeeld een nieuwe schets op het frontplein aanmaak. En ik klik op L, dan kan ik meteen een lijn schetsen. Via datzelfde menu Customize kun je zelf ook allerlei buttons in een menu slepen. En dan, daarmee kun je die menus ook helemaal customizen. Een aantal system opties van SOLIDWORKS die kun je instellen via het menu Options. Daarbij kun je onder andere instellen. Hij staat nu op single command per pick. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een lijn trekt en je hebt één lijn getrokken, dat het commando daarna gedeactiveerd wordt. Als je dat uitvinkt en je gaat een schets tekenen en je kiest bijvoorbeeld voor lijn, dan blijft dat commando actief totdat je op de knop escape drukt. Zelf vind ik het handig om wel single command per pick in te stellen. Via de tweede tab Document Properties kun je onder andere de image quality instellen. En het is verstandig om die op high te zetten, maar niet in het rode gebied, want dan wordt de computer te langzaam. Als je die heel laag zou instellen, dan zie je bijvoorbeeld cirkels die worden dan weergegeven als een soort zeshoek.
Ze proberen die zo hoog mogelijk te zetten, maar het heeft wel invloed op de snelheid van SolidWorks. Wat ook handig is, is om zelf add-ins te kunnen instellen. Add-ins, dat zijn programmatjes, plug-in programmatjes voor SolidWorks. Bijvoorbeeld de PhotoView 360, die heb ik al aangevinkt, maar dat is het renderprogramma voor SolidWorks. Maar daarbij, je hebt bijvoorbeeld ook add-ins voor simulatie en voor verschillende standaard tools. Dus dat soort add-ins die kun je allemaal instellen via het add-in menu.